zit je allemaal te doen, Stekel? En dan vaak zit je... zijn we al begonnen? We zijn al begonnen, maar vertel maar even wat je, wat je aan het doen bent. Ik zit, als je iets op Google zoekt, zit ik te vergelijken wat je terugkrijgt. In vergelijking met als je het op startpage.com zoekt. Dat is namelijk het onderwerp van vandaag. Ja. Startpage.com claimt de privacyveilige zoekmachine te zijn. Waar of niet? Klopt. Ja. En waarom is dat belangrijk om te beginnen? Nou, het is een basisrecht, ten eerste privacy. En het feit dat we zomaar ervan uitgaan dat alles waar we nu op zoeken in Google, dat automatisch naar Google gaat, naar Amerika. En wat er dan mee gedaan wordt, dat is uit onze handen. Dus Startpage bewaakt dat inderdaad. Dus, Betekent dat? Wat doen jullie niet? Ik ga er even vanuit dat Martinus je naam eronder heeft gezet, want we hebben je helemaal niet voorgesteld. Daar ben ik ook van uitgegaan. Als dat niet zo is, dan hebben we Christian Solser hier aan tafel. Yes. Ja, precies. Thanks. Mooi. We waren al zo bezig in de materie. Ja, we zaten in de discussie. Maar maak eventjes duidelijk dat verschil, zeg maar, tussen Google en tussen wat jullie doen, Startpage. Ten eerste, wat ik net zei, Google die slaat alles op. Dat is sowieso een basisding. Daarnaast worden er advertenties getoond, waardoor ook cookies en andere trackingzaken worden opgeslagen. Waardoor jij ook daarna op andere sites weer bepaalde advertenties te zien krijgt en je wordt gevolgd rond het web. En het derde ding is dat het gepersonaliseerde resultaten laat zien. Dat is een voordeel voor mensen, dat je denkt, nou, dat is op mij van toegepast. Aan de andere kant houdt dat in dat je in een soort van bubbel zit. Ze hebben jou in een hokje geplaatst op basis van jouw zoekprofiel. En dus is dat de wereld zoals jij die te zien krijgt, volgens hen. En dat is wezenlijk anders bij Startpage, of eigenlijk totaal anders bij Startpage. Wat grappig is, tegelijk maken jullie gebruik van Google. Ja, klopt. Google is nou eenmaal de kwalitatief hoogste zoekmachine ter wereld. Dus we krijgen de resultaten van Google. We krijgen ook de advertenties van Google. En we plaatsen daar een gigantisch filter tussen, waardoor er niks van jou persoonlijk wordt opgeslagen. Dus wij slaan niet je IP-adres op, je zoekopdrachten. En dat bijvoorbeeld in de advertentietak wordt alles nog eens een keer anders naar Google toegestuurd, waardoor jij niet identificeerbaar bent. Hoe werkt dat dan precies? Want ik heb mijn desktop presenter aangezet, Martinus, dus ik weet niet of je het straks erbij zou kunnen halen, dan kunnen we het straks nog even laten zien. Maar ik tik in jullie zoekmachine op startpage.com, tik ik een zoekterm in. Ja. Jullie sturen dat vervolgens gewoon door naar Google, zonder mijn gegevens. We doen de aanvraag bij Google voor die specifieke zoekopdracht. We krijgen via de API van Google dus de ongezouten resultaten terug. Ja. En de ongezouten resultaten zijn op basis van hun algoritme, op basis van hoe zij dat doen met PageRank en populariteit en de top 10 beste resultaten voor die zoekopdracht voor de taal en het land waar je in bent. Ja, dus volledige Google-technologie. Tegelijkertijd krijgen zij van jullie niks over mij als ik jullie gebruik. Ja. Vinden ze dat dan goed? Ja, dat is een hele grappige inderdaad. Waarom doen ze zoiets is eigenlijk goodwill. Ze hebben een marktaandeel in Nederland van 93% ongeveer. Als het 100% zou zijn, hebben ze een groter probleem. Dus ze vinden het prima om andere partijen te voorzien van hun kwalitatieve resultaten. En als wij daar een gigantische filter overheen doen, zeker op de advertentietak, dan vinden ze het prima om ons ernaast te hebben. En wat zijn wij in vergelijking met Google? Minimaal. Ja, maar dan hadden we het net over die advertenties. Ik weet niet of Martinus hem er al bij heeft. Ik zit op een fast moving targets. Hey. Ja. Moet ik hem op video brick zitten? Zal ik dat wel doen? Maar goed, ik praat gewoon even door. Ik kan het nog niet zien. Als ik op vliegticket naar Portugal zoek, als ik dat bij Google doe, krijg ik een hele waslijst met advertenties. Ja. Dat deed ik net ook bij jullie. Ja. Krijg ik ook 3 advertenties. Waarom haal je die er dan niet gewoon uit als jij kunt filteren? Daar heb je toch geen belang bij? We moeten geld verdienen. Maar dat zijn Google advertenties. Ja, alleen niet gepersonaliseerd. Dus je hebt nu een best wel specifieke opdracht met een bepaalde intentie. Dus vliegtickets Portugal gezocht. Yeah. Maar al zoek ik alleen op schaap en ik heb toevallig een grasmaaier nodig voor bij mij in het weiland. En Johan zoekt erop omdat hij wil kijken of die nummer 1 staat of niet op zijn eigen naam. Dan zit daar een andere intentie achter. En
op het moment dat we dus niet gepersonaliseerde resultaten laten zien, ook al is maar op een manier identificeerbaar voor jou als persoon, zullen we geen advertenties tonen. En dat heeft zelfs te maken met de metadata. En dat is in dit geval bijvoorbeeld als jij 3 grote schermen naast elkaar hebt staan en je hebt een hele oude Windows-machine draaien en je doet dat met Safari-browser. Dan zijn dat 3 unieke eigenschappen die jou eigenlijk, ook al houden we niet je IP-adres bij of whatever, zou dat jou kunnen identificeren in een bepaalde groep van gebruikers, tonen we jou geen advertenties. Ja. Dus een grappig feitje in deze is dat voor dezelfde set aan zoekopdrachten verdient Google 3 keer zoveel. Omdat we het niet gepersonaliseerd laten zien. Dus er wordt niet van je bijgehouden, het wordt niet opgeslagen. Dus het is niet elke keer het kleine puzzelstukje om die grote puzzel van jou compleet te maken. Om uiteindelijk echt een kraakhelder profiel van jou als persoon te hebben. Maar het wordt gewoon elke keer weer gewist. Dus... Ja, maar jij zei, we moeten toch geld verdienen? Ja. Krijgen jullie dan weer een deeltje van Google voor, ja, die voor tonen van? Ja, wij zijn eigenlijk een publisher van Google, als je dat zo ziet inderdaad. En, alleen het gaat weer helemaal terug naar de basis, hoe Google eigenlijk ooit begonnen is. Is het inkopen op keywords, ja, met een bepaalde intentie. En mensen die generiek op het woord schaap zoeken, daar zullen weinig adverteerders op zijn. Omdat ze niet weten wat de intentie daarachter zit. Ja. Maar Vliegtickets Portugal, er zijn dan zeker wel partijen in de markt die daar... op willen bieden, op die mensen die ze hebben. Ook al weten ze niks van die gebruiker. Ja. Zou de doelgroep die privacy belangrijk vindt en de dingen die jullie doen, zou die eigenlijk ook niet misschien zelfs wel iets over hebben om die reclames, die advertenties, nou, daarom vroeg eruit ik het te filteren? Want kijk, in je beleving, oké, prachtig allemaal, zeg maar het privacy stuk, maar je wil ook geen advertentiekrantje in je deur. Daar zeg je ook nee tegen. Ik snap dat jullie geld moeten verdienen. Het is een interessante afweging. Ja, het moet ook schaalbaar zijn. Je kan een soort van Wikipedia inzet gaan doen waarin dat vraagt gaan naar donaties. Daar is nog niet in het bedrijf verder over nagedacht. Dit is een model dat werkt. Wellicht voor de toekomst. Ja, voordat we nog wat dieper op het gebruik en dat soort dingen ingaan. Jij komt bij een succesvolle start-up vandaan. Tickets, ja. We hebben je ook eerder hier aan tafel gehad. Ja, een jaar geleden. Nog maar een jaar geleden. Ja. Nu ben je dit gaan doen. Ja. Dat doe je volgens mij alleen maar als je er ook echt druk over maakt. Want dit is geen project waar je heel veel geld mee gaat verdienen. Nou ja, dat gaan we beleven. Maar dat is afhankelijk hoe groot het is. Ja, maar je maakt hier ook echt druk over privacy. Nou ja, tuurlijk. Dat is wel iets wat ook een inzicht was tijdens Tickets. Wij hebben, leg even uit wat Tickets doet. Voor wie het, Tickets verkoopt entreekaarten voor cultuur in de grote metropolen van de wereld. En zorgt ervoor dat cultuur heel makkelijk toegankelijk is door niet in de rij te hoeven staan, makkelijk met je mobieltje naar binnen zonder kaartjes te printen. Ja. En dat begonnen we eerst in Amsterdam en Barcelona. Dus een jaar geleden stonden we inderdaad Amsterdam, Barcelona, Parijs. Hadden we Rome net aangesloten. En inmiddels gaat dat van New York tot Dubai. En worden elke attractie nu prachtig toegankelijk gemaakt. En is er inmiddels een mooie fundingronde opgehaald. Dus het team dat staat waanzinnig resultaten te boeken. Inderdaad. Ja, jij bent aandeelhouder gebleven, maar je dacht zelf van ik ga weer eens wat anders doen. Nou, het is qua persoonlijke ontwikkeling is het een hele interessante afweging voor mij geweest. Want ik ben eigenlijk 3 jaar geleden met Luxame Tickets begonnen. Dat hebben we heel hard door weten te groeien. We waren de snelste groeier volgens de NextWeb afgelopen jaar. 3800% gegroeid in een jaar. Dus je bent een marathon aan het sprinten ongeveer. En met de marketingkennis die ik heb, hebben we dit zover weten te krijgen. En met de nieuwe investeringsronde erin, wat net ook over 3D-hubs ging, is je geeft een bepaald plannetje af. Dat ga je uitvoeren. Dat is executeren van het plan. Want dat is ook wat de aandeelhouders, nieuwe investeerders, verwachten ervan. Dus dat wat ik de afgelopen 3 jaar had gedaan, dat zou hetzelfde worden gedaan door een uitrol naar nieuwe steden de komende paar jaar zo zijn. En dacht ik, ja, is dit dan de plek waar ik dat moet doen om ook mezelf verder te ontwikkelen? En is het niet veel beter ook voor Tickets, naast mijn eigen ontwikkeling, om een nieuwe frisse wind en een nieuwe marketingblik daarop te krijgen? Want Het antwoord kennen we inmiddels. Ja. Je hebt toen besloten wat anders te gaan doen. Ja. Dat is dit geworden. Ja. Waarom maak jij je persoonlijk zo druk over die privacy op internet? Nou, wat ik dus bij Tickets tegenkwam, is dat
we groeiden heel snel, waren elke keer op zoek naar nieuwe advertentiemogelijkheden. En één daarvan is adverteren binnen Gmail. En daar schrok ik wel een beetje van, heel eerlijk gezegd. Ja, waarom? Nou, wat je dus bijvoorbeeld kan, is Gmail Ads heet dat. Dus dan krijg je een advertentie binnen je Google Apps en in Gmail. Waar we kunnen zeggen van nou, iedereen met afzender booking.com en keywords Portugal of Porto in dit geval erin. Kunnen wij een advertentie erbij laten zien met alle dingen om te doen in Porto. Nou, dus we zijn ervan uitgegaan dat... dat je net bij booking.com je hotel daar hebt geboekt in Porto. Anders krijg je niet zo'n mailtje van ze, waarschijnlijk. Ja. En dan kunnen wij nog eens een keer daar heel specifiek op ingaan. Nou, dat vond ik wel heel creepy eigenlijk, hoe dat zich ontwikkelt. Dan wil ik niet rooms van de paus zijn in deze. Het is nog steeds mij als marketeer eraan gelegd om ook dit product verder te brengen. Dus daar zullen nog steeds wel... Het is bijna je vak, zeg maar. Het is mijn vak, inderdaad. Alleen het zijn wel bepaalde kernwaarden waar ik voor sta als, ja, maar als mens. Probeer die dan eens te omschrijven, want waar ligt dan de grens? Ja, ja, het gaat mij om de bewustwording. Dus ik ga niet zeggen, ik ga niet nu in één keer mijn Facebook-account opgooien of mijn Twitter. Dat zijn dingen waar je inderdaad bewust bent dat je je privacy soort van opgeeft door de dienst die je gebruikt. Maar aan de andere kant wil je een platform hebben. En dat is het eeuwige heen en weer van wat we net over hadden met WhatsApp. In één keer gaan we naar Telegram en misschien wel weer terug, maar toch blijven mensen op Telegram. Dus het zorgt toch voor een bepaalde bewustwording, soort dat je mindset wordt omgezet van hey shit, dit is wel de wereld zoals die nu uitziet. En mondjesmaat wil je dan ervoor zorgen dat mensen het gewoon minder vanzelfsprekend vinden dat Google zomaar doet wat ze doen. Twee vragen van Mark Vletter. Ja. Eerste, wat maakt jullie beter dan DuckDuckGoGo? Mm-hmm. DuckDuckGo is een hele goede partij ook in deze. Die zijn later begonnen. Grappig genoeg zou je eens de privacy policies en wat andere pagina's naast elkaar moeten zetten. Dan zie je waar ze hun inspiratie vandaan hebben gehaald. Startpage is in 2006 dit traject al gestart. Laat ik niet zeggen wat zij slecht doen, maar even focussen op wat wij goed doen. We zijn een Nederlands bedrijf. Dus wij zijn niet in Amerika gevestigd, zijn niet onderheven aan NSA met de Prism-diensten en alles waardoor zij wel zouden kunnen meekijken. We hebben onze eigen servers, we hebben het niet bij Amazon gehost. En dat zijn in ieder geval al twee grote dingen waarvan ik zeg, dat is toch wel zorgelijk als je als alternatief inderdaad Amerikaanse club bent. En je claimt heel veel. Wij kunnen dat niet tegenspreken, maar we kunnen wel benadrukken dat wij dat vanuit Europa op een andere manier van hebben gedacht. En we hebben ook een privacy seal vanuit Europa gekregen, waar echt een testen zijn gedaan, zowel technisch in onze systemen over wat er nou wordt opgeslagen en wat niet. En daar hebben wij als eerste bedrijf een privacy seal van gekregen. Dus dat laat wel zien dat Europa en ook Brussel erg fan van ons is en minder van zo'n concurrent. Wat mij wel ontzettend opvalt, ik vind het echt heel inspirerend wat jij doet, hoor. Dat je van een succesvolle start-up je echt in gaat zetten voor een thema, ook voor een bedrijf, met kansen. Maar het valt mij zo ontzettend op dat eigenlijk niemand er meer mee bezig is. Het lijkt wel alsof in de start-up wereld, jij zegt, wij hosten niet bij Amazon. Ja. Nou, volgens mij, ik kwam jou tegen op de Next Web. Volgens mij, elke start-up host bij Amazon. Werner hield daar een prachtig verhaal natuurlijk over. Je bent gek als je het niet doet. Ik heb het idee dat niemand zich... Nee, die bewustwording is een issue, zeg maar. Waar zijn we nou de hele dag mee bezig? En dat is niet alleen startpage met zoeken. En we hebben vanuit hetzelfde gedachte, hebben startmail gestart. En dat is eigenlijk een versleutelde e-maildienst, waar je naar elkaar versleuteld kan e-mailen. Dus de twee dingen waar je het meeste mee bezig bent op internet. Search en mail. En daarnaast komt natuurlijk social wel in die zin, maar dat is een heel andere tak van sport. Is dat we die bewustwording sterker moeten krijgen bij mensen van waar zijn we nou mee bezig? En dat is de schone taak die ik sinds anderhalf jaar... Waarom vind jij het zo belangrijk? Nog een keer die vraag. Waarom vind jij het zo belangrijk? Ja. Ik stel hem nog een keer, hoor. Ik heb het net ook gevraagd. Ja, dat weet ik. Maar weet je, ik zoek naar jou de drijfveer van schets dan eens die schaduwkant van
Weet je wel, het niet geven om je privacy. Waar ben je bang voor? Laat ik het zo voor. Nou, grappig genoeg komt in... volgens mij mid-september komt de film, de Hollywood-film uit over van Snowden. Ja. Die laat echt kraakhelder zien wat nou de gevaren zijn. En eigenlijk documentaires die ik je nog kan aanbevelen, zal ik nog even wat linkjes van sturen. Wat onder andere Snowden allemaal aan onthullingen heeft gedaan. Ja, die creepiness factor, dat is zo eng wat de diensten kunnen doen met data en metadata. Want het gaat niet alleen maar om de data zelf, de zoekopdrachten, maar ook de metadata. De metadata is eigenlijk, we zijn nu allemaal heel blij dat WhatsApp encrypted is. Maar als jij een beetje boef bent, dan ga je natuurlijk nooit in een WhatsApp berichtje zetten. Ik ga nu naar het stadion en ik ga wat geks doen. Maar het gaat erom in dit geval dat die persoon op die locatie, op een bepaald tijdstip, met een andere persoon die in alweer een ander netwerk zit. Dat berichten uitwisselt. Ja, en die data die wordt opgeslagen, ergens. En het gaat er ook niet om wat je nu doet, want we hebben niks te verbergen. Weet je, als ik in de basis, hebben we niks te verbergen. Maar toch doe je af en toe domme dingen. Ieder mens doet het. Dat is menselijk. Je mag fouten maken namelijk. Alleen, er zijn argumenten natuurlijk die zeggen van, nou, weet je, je slaapt met je gordijnen dicht en als ik een camera zou plaatsen, dan kan ik de hele dag meekijken, dan voel je je ook niet comfortabel bij. Maar alsnog geeft dat geen urge voor mensen van waarom je dat nu, je levensstijl of je privacy zou moeten veranderen, zeg maar, of die denkwijzes daarin. En, maar goed, dat is tegelijk jullie probleem, hè? Dat is het hele probleem. Maar het heeft ook dus met toekomstige dingen te maken. We hebben dus gezien recentelijk met Turkije en Erdogan, als je uitingen hier doet, wat ergens wordt opgeslagen, dat wanneer je daar naartoe gaat, dat je dan zomaar opgepakt kan worden. Dus alles wat je de afgelopen 10, 15 jaar hebt gedaan, dat was ook de eye-opener in 2006 voor Startpage. Het bestond al sinds 98, werden de eerste zoekmachines door Startpage gedaan. Alles werd opgeslagen. Je bent gewoon heel opportun. En als tech guy denk je van, nou, weet je, wat we doen? We gaan zoveel mogelijk data opslaan. Want, ja, interessant. Je weet maar nooit. En dus alles wat je toen hebt gedaan, dat staat ergens. Maar wat je daarmee in de toekomst gaat doen, dat je ooit eens hebt gezegd, een paar jaar geleden, ja, Trump, die is een idioot. Maar stel je voor dat hij nu president gaat worden. Wat dan? Mag je dan in één keer niet meer die hoge muur van hem over? Dus het gaat niet eens om wat je nu doet, maar ook nog eens een keer, het wordt gewoon ergens opgeslagen. En mogelijk kan dat later tegen je gebruikt worden. Ja. Alleen je hebt er geen idee van. Ik vond ook wel één ding wat jij net zei interessant over de algoritmes die gebruikt worden en de tracking technologieën. Ik heb het idee dat veel mensen zich dat ook niet goed realiseren, dat er niet meer één werkelijkheid is. Dat het niet zo is dat als jij en ik een zoekterm intikken, ja, je zit in een bubbel. En jij krijgt wat anders terug dan ik. Ja, het zijn gepersonaliseerde resultaten. En net zo goed als dat, wij, dat zijn we trouwens wel over eens, over veel andere dingen niet, maar dat het bij Facebook heel irritant is. Ja. Dat je geen idee hebt waarom je te zien krijgt wat je te zien krijgt. Nee. En ook doorlopend daar je over verbaast. Van waarom het ene bericht boven het andere staat. Ja. Nu heeft dat met Facebook en Twitter, nu ook Instagram, natuurlijk te maken met de hoeveelheid aan dingen die er gepost wordt, waardoor zij een bepaalde selectie erop doen. Dat ja, als je alles zou moeten zien, dan ga je ook om in de tijd. Ja, maar je mag zelf niet filteren. Je mag die filteren niet dat, zelf dat, bepalen. Nee, dat wordt voor je gedaan inderdaad. Ja. En, Nou, Hein Hofman vraagt, waarom staat jullie server dan in de US? Hij zegt, hoe is .domaintools.com/startpage.com? Ja. Is dat zo? Servers, we proberen natuurlijk de snelheid ook te borgen. Dus het is een basis setting waarvan we zeggen, we willen de snelste resultaten doen. Dus we hebben niet alleen servers in de US, zeker in Europa en andere plekken van de wereld. Maar in de basis slaan wij niks op. En wat het is, we zijn een Nederlands bedrijf. Dus wil de NSA iets doen, zullen ze eerst bij ons als Nederlandse entiteit daar een beroep op doen. Dat kunnen ze doen, moeten ze een hele waslijst aan dingen opvolgen met waarom ze dat willen. En dat is nog nooit gebeurd. Dus die subpoena's of dergelijke met data, die ze eerst, dat is er niet. Daarnaast hebben we ook gewoon een setting die je als elke gebruiker kan aanzetten, die zegt, ik wil alleen maar resultaten van Europese servers krijgen. Met als gevolg wel dat het iets trager is. Dan heb je het over milliseconden. Maar dat is wel de optie die we mensen geven. Mm-hmm. Een andere belangrijke feature die we hebben dus naast search is proxy. En proxy is een dienst waarvan we zeggen,
we laden voor jou alvast de site in waar je eigenlijk naartoe wil gaan. Dus wij slaan het ergens op onze server. Tijdelijk natuurlijk. Maar dan kan je dat met alle rust bekijken. Maar wat zorgt ervoor is dat, dat we niet alleen onze eigen dienst zo privacy bewust maken zoals die kan zijn. Maar ook nog eens een keer rekening houden met dat, dat wanneer je er naartoe gaat en je komt op een Bol of een Zalando of whatever site, dat je daarna alsnog weer tracking cookies van hen krijgt, waardoor je op Facebook en al die andere kanalen weer een advertentie te zien krijgt. Die laden wij voor je in. En dan kan jij met alle rust gewoon die site gaan bekijken. Hey, van mijn vriend Stekel heb ik altijd geleerd, ze bouw nooit een dienst op andermans dienst, zeg maar. Dat is wat jullie doen, hè? Mark Fretter zegt daarover, hoe groot kan je worden zonder dat Google boe zegt? Weet je wel, van hoe schat je dat in? En daarbij zegt hij ook, hoe groot zijn jullie nu? Maar dus, dat jullie zwaar, dat lijkt mij even... Zeggen, nu vinden ze het sympathiek omdat ze toch 96% marktaandeel hebben. Straks is het opeens 80 en dan hebben jullie 16. En dan trekken ze dat is in Nederland. Kijk, in Nederland of in Amerika hebben ze natuurlijk andere marktaandelen. Daar zijn ze ook Yahoo en Maar je Bing bent afhankelijk van ze, daar gaat het graag. Absoluut. Maar dat is een willekeurige zoekmachine als DuckDuckGo net zo. Die is ook afhankelijk van een leverancier van zoekresultaten. Want er zijn maar een handjevol echte zoekmachines die alles weten te crawlen met al hun servers en al hun bots. Dan heb je Google, Yahoo, wat best wel wispeltuur is wat hun toekomst is natuurlijk. Bing. Nu met LinkedIn hebben ze wat interessante data erbij, maar toch zijn ze dat ook aan het doen. En dan heb je het meer over Yandex en Baidu in China. Ja. En dus qua Europees alternatief is er niet. Dus wil je het helemaal zelf op gaan zetten, ja, dan heb je het over een miljarden business, dat kunnen we niet. Maar hoe groot we nu zijn... Hoe groot zijn jullie? 2 miljard searches per jaar hebben we. Dus dat zijn een paar honderd miljoen gebruikers per jaar. Dus echt niet niks. Alleen grappig genoeg kent nog niet iedereen het. Nee, wat wou ik net zeggen. Ik heb vandaag gekeken, ik doe het wel eens vaker. De Index, dat is een site van de mensen van de NextWeb. Ja. Ja. Waarin ze bundelen alle informatie, de nieuwtjes, et cetera, over technologiebedrijven, start-ups. Ja. Jullie staan er niet in. Nee, klopt. En dat is ook omdat het gewoon een private company is zonder externe funding. Index is natuurlijk wel best wel gevoelig voor fundingrondes. En daar was ook waar ze veel het nieuws vandaan halen. Met tickets waren we ook... groot fan en beta-user van de Index. Dus ik ken het product zeker. Alleen Startpage is de nuchtere Nederlandse partij die nog niet in de markt gaat schreeuwen. En dat is misschien ook wel waarom DuckDuckGo groter dan ze is geworden in een kortere tijd. Is die claimen, die schreeuwen en die hebben goed ingespeeld op zaken. Maar goed, jij bent daar nu, hè? Je zit er nu, dus marketeer, dus ga je nu lekker schreeuwen daar? Ik ga niet lekker schreeuwen, maar ik ga wel mijn best doen om die awareness te vergroten inderdaad. En dat zal voor consumenten het geval zijn. En ik had het met Roeland ook al eerder over hoe bedrijven daar naar kijken. En het eigenlijk best wel bijzonder is dat grote instituten, denk aan healthcare, denk aan universiteiten, banken, verzekeraars, maar ook overheden, dat al hun medewerkers simpelweg Google gebruiken. Terwijl ze intellectual property hebben te beschermen of andere spullen te beschermen hebben, is het eigenlijk best wel bijzonder dat je het als bedrijf, vanuit bedrijfsrisico, daarnaar dat zomaar laat gebeuren. Vanuit Duitsland bijvoorbeeld is er al regelgeving over communicatie, hoe jij als belastingadviseur met jouw gebruiker communiceert. Dat moet versleuteld gaan. In Nederland zijn we die bewustwording, dat is er nog niet. Maar dat gaat wel steeds meer gebeuren. Vraag van Hein Hofman, die zegt, door de advertenties van Google weet Google toch gewoon wie ik ben als ik die lees? Cookie staat er, ads getoond. Nee, dat filteren wij dus uit. Dus wij zorgen ervoor dat op het moment dat je bij ons komt, dat eerst ga je door een bepaalde filter heen. Alle cookiegegevens. Alles wordt gewist. En IP-adres. Er wordt natuurlijk wel iets van data, is er, zeg maar. Alleen wij laten iets totaal anders zien richting Google. Waardoor dat nooit op jou als persoon identificeerbaar is. Ja, precies. Want jij moet weer met die API kunnen communiceren. Dat eisen ze, zeg maar, dat inderdaad als je advertenties toont, moet je iets. Maar IP-adres is dus niet iets wat we doorgeven. Zeker niet. Oké. Absoluut niet. Want dan ben je identificeerbaar. Ja, daarom. Dus dat doen we absoluut niet. Oké. Dus dat is een hele goede vraag inderdaad. Alleen al die cookies en andere zaken, dat worden
allemaal niet richting Google doorgestuurd. Maar ik zou het zonde vinden als ik die net gekochte schoenen niet meer steeds op al mijn pagina's weer zie terugkomen. Ga ik toch wat missen. Ja, dat is de tracking. Daar zijn we zo aan gewend dat het leuk zijn. Ja, recht, ja. 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 Dat je altijd advertenties krijgt voor dingen die je net gekocht hebt. Ja. Maar jij maakt je echt helemaal niet druk over je privacy. Jij stopt zelfs al je foto's bij Google erin. En dan ga je ook van zo'n fanboy laten zien dat Google zo echt goed je foto's Google weet. Google foto's, geweldig. Maar hoe kunnen ze dat zo goed, denk je? Hoe kunnen ze dat zo goed? Nou ja, doordat ze natuurlijk heel veel data hebben die ze kunnen vergelijken. Dat ze mij... Ze weten alles van je. Ja, ze weten alles van je. Kalender. Ja, maar dat vind ik heel handig, weet je wel. Ze hebben mijn kalender. Ik kan dat zelf niet onthouden. Dus ik kan aan Google vragen. Wat had ik ook alweer afgesproken. Ja, nou ja, sorry. Ik heb er niet zo'n... Ik vind die advertenties in mijn mail, ik zie ze niet eens, bijvoorbeeld. Ik snap wat je zegt, maar ik heb een hele serie gemaakt over Fix the Internet, interviews met mensen. Die daar ook allemaal ongetwijfeld terecht zorgen over maken. Maar het ingewikkelde van het probleem is gewoon dat je verhaal is van dat er mogelijk iets kan gebeuren. En dat het blijft gewoon een lastig te vertellen verhaal. Ja. Het is niet nu een zichtbaar probleem waar ik last van heb. Het is alleen van, als ze zouden willen, zouden ze dit kunnen. Ja, ik zie de tweet van Roos inderdaad erover dat ze nooit verrast is door de eigen data. Ja, we voelen die sense of urgency nog niet, zeg maar. Nee, we voelen niet dat we iets te doen hebben, totdat het een keer gebeurt. En dan in één keer ziet de wereld er anders uit en dan hebben we een probleem en dan... De data die ergens wordt opgeslagen. Dus natuurlijk worden we niet verrast nu door onze eigen data. Omdat wij allemaal, weet ik veel, gewoon normale mensen zijn. We doen geen gekke dingen. Maar aan de andere kant, je weet nooit wat er mee gedaan gaat worden. Het is een bepaald basisrecht waar we ons bewust niet van zijn, omdat we de risico's niet zien. Maar we hebben wel de standaard akkoord meegegeven toen we ons hebben aangemeld. Niet alleen bij Google, maar ook bij Facebook. Bij Twitter hebben we eigenlijk vooraf al hun voorwaarden. Ik vind jouw voorbeeld van Erdogan vind ik echt heel goed. Want weet je, voor hetzelfde geld inderdaad roep je zoiets over Trump en kom je Amerika bij. Je weet het niet, zeg maar. Niet meer in. Je hebt geen idee. Het is allemaal nog best wel far-fetched. En ik ben echt wel op zoek ook naar mensen die mij zouden kunnen helpen met zo'n awareness-achtig iets. En met allemaal dat soort met inzichten. Alleen, leven nu macht, 60 jaar in vrijheid. Die macht gaat mij sowieso, daar hadden wij op de Next Web toen even een gesprek over. Weet je, ik was al nooit zo'n Facebook-fan, maar toen de laatste maanden natuurlijk toch wat opschudding ontstond, omdat opeens duidelijk wordt, wat iedereen natuurlijk al lang wist, dat Facebook natuurlijk ook de nieuwsfeed gewoon manipuleert en mensen daar even zitten die bepalen wat wel of niet in die feed komt en daar natuurlijk ook gevoelig zijn van politieke druk. Ik me opeens ook realiseerde van waar zit ik nou echt naar te kijken? Ik zit dus te kijken naar een selectie uit het nieuws van een of andere Amerikaanse partij die maar één doel heeft en dat is geld verdienen op mijn data. Ja, maar daar werk ik vrijwillig aan mee. Hoezo is dat bij Google niet anders? Of dat is hetzelfde. Maar ik krijg dan eens echt de neiging om mijn Facebook-account weer op te zeggen. Nee, maar bij Google... We zijn er inmiddels totaal van afhankelijk geworden. Nee, natuurlijk wel. En het is ook, in dit geval van Google, is het ook gewoon echt een goed product. Er is niet een alternatief voor Europa die dicht in de buurt bij komt. Want een Yahoo is heel erg US-based en Bing net zo. Dat het eigenlijk... Ja, maar het gaat natuurlijk veel verder bij Google. Want door, weet je, alles is gratis... Ik zou ook niet zonder Google Docs willen en zonder al die diensten die je overal voor gebruikt. En het is allemaal hele goede producten. Nou ja, als het product gratis is, moet je afvragen wie het product is in dit geval. Ja dat is het bekende verhaal. Daar zijn wij dus... Er zijn ook geen opties om te betaald te doen, snap je? Voor heel veel dingen zou je het liefst doen. Nee, maar dit is een gratis alternatief. Ja. Waar er niks van je wordt bijgehouden. En waar ik mee bezig ben, is natuurlijk identiteit en maar, look maar and feel. Maar die advertenties bijvoorbeeld. Want als er één ding is wat me bijna overal irriteert, zijn de advertenties. Nou, ja, en bijvoorbeeld... Zet je een adblocker aan. iCulture. Ja, maar dat vind ik... Kijk, dat is weer het andere. Ik vind, zorg nou gewoon, geef mij als gebruiker die optie. iCulture heeft een nieuwe app op de mobiel gemaakt. En op de mobiel zijn die advertenties nou eenmaal relatief veel groter. Ja. Dus ze irriteren me nog meer. Maar gelukkig betaal ik nu gewoon een paar euro. Ja. Heb ik die keuze. Kijk, over dit soort dingen zijn we best wel over na aan het denken. Alleen op het moment dat jij gaat betalen, dan zit er waarschijnlijk een account achter. Ben jij weer identificeerbaar en daar willen we verre van blijven.
Dus dat is altijd, hoe ver ga je in je privacy afscherming, zeg maar, om dit te doen? Natuurlijk is het gewoon een Nederlands bedrijf. Er moet geld verdiend worden. We kunnen echt niet alles gratis doen. Over geld verdienen gesproken. Ja. Nou, typ ik in jouw zoekmachine stofzuigen kopen. Ja. Krijg ik geen advertenties. Ja. Tik ik in auto kopen. Ja. Dan krijg ik er twee bovenaan de pagina, maar ook nog eentje onder. Ook nog twee. Ja, het is hetzelfde blok waarschijnlijk. Zelfde advertenties. Blok. Ja. Dat vind ik toch wel best wel heftig. Ja. Wat vind je er heftig aan? Nou, veel advertenties. Ja, maar kijk, daarom. Dit is alsof je net... Ik bedoel, het punt is, je hebt je krant inderdaad waar je voor je betaalt. Of je hebt advertentieblad, wat je eigenlijk niet serieus... Dit is een pagina vol advertenties. Ja, dus, vol. Kijk! Weet je, tenminste, zo ervaar ik het. Ten eerste, als je intikt auto kopen, dan wil je een auto kopen. Dus dan ben je op zoek naar mensen die auto's verkopen. Het kan best zijn dat die advertenties zijn. Dat is namelijk iets heel anders, hè? Dat is een gekochte plek. Ja, dat is waar. Weet je wel, als je zegt van we filteren de privacy, dat willen we niet. Het voordeel daarvan is dat we de zoekresultaten van Google niet op maat hebben. Nou ja, misschien als ik toch advertenties krijg, dat ik ze nog wel liever op maat heb. Het gaat er niet alleen daarom. We hebben ook wat we bij Tickets meemaakten. Dus wij waren nog geen autoriteit online. We konden ons nog niet als echte autoriteit neerzetten, omdat we een jong, nieuw bedrijf waren. Dus wij konden echt nog niet, als je zocht op Louvre tickets of whatever, stonden we echt niet in die organische resultaten erbij. Dat kan niet, want daar moet je veel meer met allerlei andere factoren bezig zijn. Dus advertising was the only way, zeg maar, om daarbij te staan. Dat wil niet zeggen dat wij een slecht product hadden. Wij waren wel degelijk degene waar je makkelijk met je mobiel naar binnen kon. Dus ja, ik snap zeg maar waar je vandaan komt met deze dingen, maar ik wil niet zeggen dat degene die bovenaan staat met advertenties, die kunnen net zo goed relevant voor jou zijn, zonder dat alleen je afhankelijk bent van de organische resultaten. Dat is juist een goede mix tussen vraag en aanbod. Maar ja, natuurlijk toon ik liever geen advertenties. Natuurlijk is dat. Nee, maar dat snap ik wel, dat jij ook geld moet verdienen. Bij de meeste zoektermen die ik bij jou in te krijgen, überhaupt geen advertenties. Dat is nee, dan ben je of te identificeerbaar, of het heeft een te kleine... Of daar gaat het eigenlijk niet om. Het gaat eigenlijk meer om, wat ik veel belangrijker, die advertenties vind ik helemaal niet zo. Ik vind die advertenties bij Google vaak best fijn. Maar wat ik vervelend vind, is dat alles wordt opgeslagen. Dat alles wat ik ooit gezocht heb bij Google, dat staat in mijn profiel. Nee, ik ben overigens ook niet tegen advertenties, maar ik wil relevante informatie. Het kunnen advertenties zijn. In dit geval zijn ze juist relevant, omdat ze alleen worden getoond op die zoekwoorden waar je daadwerkelijk op hebt gezocht. En niet op... Je wordt niet getracked op... Ja. Dat je in één keer een advertentie te zien krijgt als je op vissen zoekt, terwijl je naar de horoscoop op zoek bent. Terwijl ze weten dat jouw profiel is dat Roeland dolgraag op zee zit de hele dag. Ja. Nee, geen advertenties bij vissen. Nou, ik ben wel om. Nou, mooi. Staat geïnstalleerd. Geïnstalleerd. Ja, nou ja, hartstikke goed. Ik nog niet. En die mail ga ik ook eens proberen, jullie mail. Want jullie hebben ook een mailproduct. Startmail, ja. Startmail. Ja, okay, is echt nog in development. En zijn we steeds beter dat verder om te ontwikkelen. Maar eigenlijk voor bedrijven en voor iedereen die waardevolle informatie te versturen heeft. Van klant naar bedrijf of... belastingadviseur of in de healthcare naar je patiënt of naar het ziekenhuis, naar dokter. Ja. Ja, dat moet eigenlijk versleuteld. Hey, mijn laatste vraag. Het bedrijf waar je nu bij bent gaan werken, waar die startpage maakt en startmail, die bestaan best al wel een tijd. Is dit een social enterprise of is het gewoon een commercieel bedrijf? Het is een commercieel bedrijf. Ja, dus je wil gewoon geld verdienen met goede privacy... Nou, privacy is wel... ze zijn heel rigoureus in 2006 te werk gegaan. Ze hebben alles verwijderd aan data wat ze ook maar toen de tijd hadden opgeslagen. En daar zijn ze heel erg in doorgaan. Dus ze staan hier oprecht voor. Net zoals dat ook de reden waarom ik erbij ben gegaan. Ik voel echt dat ze alles... Misschien zelfs nog te ver. Ik vanuit de marketing heb echt nog gezegd... Maar waarom zouden we zo ver hierin moeten gaan? At the end moeten gewoon de rekeningen en de lonen betaald worden. Dat is het. Het heeft geen externe financiering. Alles wordt vanuit eigen krachten doorontwikkeld en doorgefinancierd. Onafhankelijk bedrijf. Hoe omschrijf je de mensen die er werken? Zijn het een stelletje idealisten of zijn het... Het zijn privacy-voorvechters en van juristen tot allemaal dat soort mensen die er nu werken.
iets ouder dan dat ik ben. En ja, met mijn hulp hopen ze die slag te kunnen maken die eigenlijk DuckDuckGo in dit geval al een aantal jaar geleden heeft gemaakt. Om echt sterk het merk in de markt neer te gaan zetten. En mensen bewuster te maken van hun online zoekgedrag en dat wat ze nog meer mailen. Ja, ik snap dat overigens, zoals je eerder al zei, je kan niet zomaar met Google concurreren in de kwaliteit van zijn zoekding. En toch zou ik dat dan wel mooi vinden als een keertje, als daar dan iets... Tuurlijk, maar dan hebben we het echt over een giga funding die je daarvoor nodig hebt. Want wil je daarmee gaan de competitie ingaan, dan heb je het over zoveel servers en zoveel techniek en algoritmes. En een achterstand. Van 15 jaar minimaal om dat te doen. Dus wil je dat gaan doen, dan... Dus de afhankelijkheid, die is er zeker. Daar zijn we ons zeker bewust van. Maar ook met de huidige mededingingszaken waar in Europa Google mee te maken heeft. Ook in Google Chrome, dat ze alternatieven moeten gaan aanbieden. Ja, dat blijft een ding voor zoekmachines die te groot worden. Dus er is altijd ruimte voor een partij als ons om... Nou, Google heeft zelfs toegestaan dat jullie een Chrome-plugin mochten maken. Dus, bijvoorbeeld, ja, dat betreft. Dus daar is ruimte. Nou, super. Hartstikke bedankt. En veel succes ermee. En ik denk inderdaad, eerlijk gezegd, had jij ervan van gehoord? Nee, dat zegt al genoeg. Ja. En hoe was het niet? Toen ja, nee. Ik heb het wel, ik vertelde hem... Ik heb toen een onderzoek gedaan naar onafhankelijke zoekmachines. Ik heb toen wel naar jullie gekeken en gauw ik e-mail gecorrespondeerd. Maar er was geen kant-en-klare enterprise oplossing toen. Nee, en nog niet. Die had Google wel. Ja. Dat wilde ik niet en toen hebben we zelf iets gebouwd. Ja. Met open source technologie. Precies. En dat werkt ook fantastisch. Het kost alleen geld om het zelf te bouwen. Absoluut. Dat is staat dan. Make or buy. Ja. Ja. Nee, maar goed, daar is nog een hoop winst te halen. Dus dat was wat ik even wilde zeggen. Ben ik wel met je eens. Daar zie ik eigenlijk misschien voor jullie nog wel de grootste markt op korte termijn. Ja. Want ik snap werkelijk heel totaal niet dat bedrijven of publieke instellingen met het grootste gemak voor een interne zoekmachine, dus dat je gewoon in je eigen domein zoekt, een Google-kastje in het rek schroeven met een blauwe kabel, die je in een groene kabel geloof ik, die moet je in het internet pluggen en wat er door die kabel heen gaat, nobody knows. Nee. Nou, onbegrijpelijk. Nou ja, dat is een mooie kans. Dus, heel veel succes. Dan gaan we werken. Dankjewel. That's my case. Yeah? Thanks. Ontzettend bedankt. Yes. Jullie bedankt voor het kijken. We danken 2ML voor de hosting van de website van Fast Moving Targets. We danken Streamzilla die ervoor zorgt dat je iedere week live kunt meekijken. En we danken Bier & Co. voor het bier. Stekel, je had net een dode pony die voor je niet... Ja. Nee, dat smaakt naar kassen. Voor je niet te hard, hè? Nee, ja. Geen alcohol in, dat smaakt naar kassen. Ja. Maar deze? Ja, beter. ESB of zo. Oké, nou, dat is goed. Ja. Want we hebben nou eenmaal afgesproken dat we het ook zeggen als we het niks vinden. Want jij... Ja, ik heb het maar opgedronken uit beleefdheid. Maar ik zou het niet de dead pony... Kan niet meer thuiskomen met dead ponies. Oké, bedankt voor het kijken. En iedere dinsdag zijn we er dus volgende week ook weer. Dag.